Het CARICOM Ontwikkelingsfonds, oftewel CARICOM Development Fund, CDF, heeft gisteren energieprojecten voor Suriname goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollar dat als lening gegeven zal worden. En nog eens 500.000 Amerikaanse dollar als gift. President Santokki heeft aan de zijlijnen van de 45ste CARICOM staatshoofdenvergadering dit kunnen bewerkstelligen met de leiding van de CDF. Suriname Airways heeft maandag de lease agreement voor de tweede B737-800 met één van de werelds grootste vliegtuigleasebedrijven, AerCap, ondertekend. Hiermee zal het bedrijf twee B737-800 vliegtuigen in eigen beheer hebben, die beide ingezet zullen worden op de regionale route. Het tweede B737-800 vliegtuig dat medio augustus 2023 in Suriname wordt verwacht, zal kort na aankomst commercieel worden ingezet. De behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte Ervan Tricht is op 3 juli voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de advocaten van de verdachte. De Kamer heeft beslist op het verzoek met betrekking tot vrijgave van het pand dat verbeurd is verklaard. Het verzoek is afgewezen. Op 7 augustus 2023 zal advocaat Algu haar pleidooi afronden, waarna de waarnemend procureur-generaal haar repliek zal houden in deze strafzaak.